Joe Nip, de lijsttrekker van de politieke partij PRO in Koroni, heeft bezwaar aangetekend tegen de verkiezingsuitslag in het Kokos-district. Het Centraal Hoofdstembureau heeft vandaag in Sanabudaya de verkiezingsuitslag op zowel DNA als resortraadniveau gepresenteerd. Nip de plaatst vraagtekens bij de uitslag. Ze vindt het niet normaal dat de NDP in elk district is afgestraft voor het gevoerde beleid, behalve in Koroni. Tijdens mijn campagne heb ik juist gemerkt dat de Koronianen tegen het beleid van de NDP zijn, zegt ze. Nou, en Koroni is eigenlijk heel veel in de media geweest voor wat betreft de uitslag van de verkiezingen. Men staat versteld van de uitslag, omdat als je het landelijk bekijkt, dat iedereen zeg maar, een bepaalde politieke organisatie of een bepaald beleid heeft afgewezen. Terwijl juist in Koroni men dat heeft omarmd, om het zo uit te drukken. Je gaat natuurlijk vraagtekens en kanttekeningen plaatsen. En persoonlijk heb ik, zoals ik heb aangegeven in mijn bezwaar, heb ik inderdaad heel veel meegemaakt, zeker op het gebied van de manier waarop er propaganda gevoerd is geworden in het district. En daar zijn de meeste van mijn bezwaren op gebaseerd. En u bent ook jurist in het dagelijks leven. U heeft hier bezwaar aangetekend. Wat zal het proces moeten zijn? Hè? Nou, de bezwaren worden meegenomen in het proces verbaal. En zoals de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau heeft aangegeven, zullen deze bezwaren waarschijnlijk geen invloed hebben op de uitslag van de verkiezingen. De politica beaamte dat het geen gemakkelijke taak was om het volk te overtuigen om op de PRO te stemmen. Volgens haar moet er gewerkt worden aan het denkniveau van het volk, zodat ze betere keuzes maakt. Nou, tegen de Koronianen zeg ik in ieder geval bedankt dat ze in ieder geval openstaan om verandering te willen brengen. In ieder geval, dat heb ik dan persoonlijk meegemaakt bij het praten met ze. Helaas heeft het moment van verkiezingen bepaald en wat ze op dat moment hebben gekregen. Het is jammer dat het zo is gegaan, maar de komende 5 jaren zullen uitwijzen wat ze daaraan hebben. Snapt u? Ik ga met ze verder. Ik ga absoluut met ze verder. Dat was Joe Nipte van de PRO. Ze heeft bezwaar aangetekend tegen de verkiezingsuitslag in Koroni. Dit bezwaarschrift zal geen invloed hebben op het verkiezingsresultaat.